Ja, ik ging met een zwaar gevoel hierheen naar wat er hier natuurlijk gisteren gebeurd is. En ik ben enorm getroffen wat ik hier heb gezien. Het gevoel van docenten, van leerlingen, hoe ze dit vreselijke verlies met elkaar verwerken, is mooi om te zien. Hoe was de sfeer? De sfeer was bedrukt, bedroefd nog, heel erg. Het is natuurlijk nog zo vers wat er gebeurd is. Maar iedereen, er hangt ook een hele rustige sfeer, een hele respectvolle sfeer. Waarin leerlingen, maar ook docenten het gevoel hebben dat ze alles hebben kunnen en mogen zeggen wat ze op dit moment wilden zeggen. Hoe hebben jullie het opgepakt? We zijn vanochtend begonnen om met alle docenten te praten van hoe richten we deze dag nou precies in. Alle leerlingen en hun ouders waren welkom vanaf 10 uur in hun eigen klas met hun eigen mentor en ook met mensen van slachtofferhulp. Om binnen hun eigen klas te praten over wat er gebeurd is. En wat fantastisch is dat om 10 uur ook de burgemeester aanwezig was. Die ook met de klas van het meisje gesproken heeft. Dat geeft ook een heel warm gevoel. Zeker inzoomend op die klas. Hoe was de sfeer daar? Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Daar zit een mentor van een meisje die haar al jaren kent. Daar zitten vrienden en vriendinnen van het meisje. In die klas is het verreweg het heftigste aangekomen wat er is gebeurd. Kunt u iets meer zeggen over dit meisje? Ik ken haar niet persoonlijk. Heeft u inmiddels ook contact gehad met de familie? Er is contact geweest gisteren met de familie. En ook vandaag zullen we opnieuw contact hebben met de familie. De familie was hier niet aanwezig? De familie was niet aanwezig vandaag. Ook de consul was aanwezig, hè? Ook de consul, de Turkse consul was weg. Ja, fantastisch dat hij langskwam en bloemen bracht. Ja. Is er ook gesproken over de toedracht van dit drama? Er is wel gesproken, maar dat is een zaak op dit moment van de politie. Het gaat natuurlijk wel ook over de veiligheid van de school. Er kan zomaar iemand hier de school binnentreden. Hoe gaat u daarmee om? Ja, wat ons betreft is de veiligheid van de school niet in het geding. Dit is natuurlijk een ouder iemand die plotseling een school binnenkomt. We zijn natuurlijk geen gevangenis. Hè, dus, maar wat ons betreft is de veiligheid van de school niet in het geding. Maar ook niet als u weet dat er eerder al klachten waren over de bedreigingen naar dit meisje toe. Dat dat bekend was bij school. Ik kan er op dit moment helaas geen uitspraak over doen. Dat is nog onderdeel van het politieonderzoek. Hoe nu verder? Morgen is de school gewoon open. Is er weer alle ruimte voor leerlingen en docenten om met elkaar te praten wat er op dat moment bij hun leeft. Ook de slachtofferhulp is morgen weer aanwezig. En dan na de kerstvakantie. Ja, dat is waar we de komende dagen met elkaar over moeten hebben. Hoe starten we maandag 7 januari weer? Met een lege tafel. Met 1 lege tafel.